Zorgt dat je erbij komt met de marine. En tot slot 2 weken in officierskombuis geplaatst. Ketel schoonmaken en schoon schip, uien schoonmaken en groenten snijden. Meer dan even de gang van zaken proeven. Eerst in het scheepskombuis geplaatst. Voor 1600 man koken was toch wel wat. De brigade was er dan ook wel naar. Een adjudant, een majoor, 3 sergeanten, 7 korporaals en de nodige oude ene. Dat zijn koks der eerste klasse en die waren mijn directe chefs. Ik heb een zeer goed kaart leren spelen. Zo goed dat ik geen stuiver overhield van mijn katje. Katje is salaris voor burgers. En schoon schip leren maken tot je er doodziek van werd. We gingen blind de wal op. Dat wil zeggen, niet via de wacht. Blind kwam je ook meestal terug. Bij is tijd Karel Doorman, de dikke boot bijgenaamd, R81. En als ze dan in het buitenland vroegen wat dat te betekenen had, dan zeiden we rustig, die andere 80 liggen in de helder. De Karel Doorman is vernoemd naar Schout bij Nacht Doorman, welke in de Javazee roemloos ten onder ging, na zijn beroemde woorden, ik val aan, volg mij. De Doorman was een grote boot, voor begrippen van de Nederlandse marine, de grootste. We hadden tussen de 12 en 1400 man aan boord. We hadden 3 kombuizen en een bakkerij. En ik werkte in de officierskombuis. Dit was ook het schip waarmee ik mijn eerste buitenlandse reis ging maken. Via Lissabon, Gibraltar, naar Turkije en Athene. Met de marinierskapel aan boord die in Turkije, in Istanbul een taptoe heeft gehouden. En ook ceremonieel aan boord van de Karel Doorman optrad tijdens het binnenvaren. Ik denk dat dit allemaal ter gelegenheid was van de aansluiting van de NATO van Turkije. In Turkije hadden we natuurlijk niet veel te makken. We kregen ongeveer 6 Turkse ponden, of 12, maar in ieder geval was het omgerekend 3 Nederlandse guldens. En we wilden toch wel even naar die Alibaba huizen, met die mooie vrouwen en zo. Maar ja, op dit schip, ik herinner mij een halve helikopter. Op een morgen dat ik door de hangar naar mijn werk liep, stond de ene helft beneden en de andere helft boven. Als sport deden we aan dekhockey met zware laarzen aan en een houten klos of een stuk touw in teer en dan keihard maar slaan. Dat was nog wel een ruig spelletje. Aan boord van het vliegkampschip volgden burger- en militaire autoriteiten aandachtig de katapultstart van de eenmotorige Avengers. Bijzonder spectaculair was het gelijktijdig starten van de straalmotoren van de Seahawks. En verder, ja, het was heel amusant met dat ding binnen te komen, bijvoorbeeld in Rotterdam. We hebben daar ook nog een oude dag gehad, kan ik me herinneren. Kortom, het was een hele leuke boot. Het einde was minder leuk door een of andere afscheidsfeest wat we meenden te moeten houden in een leeg verblijf met een hele hoop bier. Er werden daar een paar bergen kapot die daarna in een snelle opeenvolging van het dek werden geschoten. En de volgende dag moesten we dus allemaal op rapport komen. Ten meer we ook 's nachts de kok gemolesteerd hadden om vlees te braden, wat voor de volgende dag bestemd was. En daar was ik uiteraard als kok ook bij betrokken. Gevolg was dat we dus 10 dagen in opverzwaard, dat wil zeggen na het werk, in de cel moesten. Er was één uitzondering, dat we eruit gelaten werden, en dat was toen Kennedy werd vermoord, want de officier van de wacht vond dat zo. Met behulp van de over het dek gespannen remkabels komen ze tot stilstand.